de mensen die hier werken, van de dokter tot aan de mevrouw die de zaal schoon kan maken bij mevrouw, dat is ene bonk liefde. En dat helpt, toch? Ze hebben me goed geholpen met wat je geleerd. En ik heb alles geleerd in het ziekenhuis, hoef geen kraamzorg. First time in Nicosia. First time, maar Nicosia echt mooi ziekenhuis, echt mooi, ja. Marja Ouwekerk is een spil op de OK. 3 dagen in de week zorgt zij dat de coördinatie vlekkeloos verloopt. Nee, dat is prima. Dat kunnen we voor je regelen. Zij werkt al 31 jaar voor Nicosia. Haar motivatie is tegelijk ook de kracht van het ziekenhuis. Omdat ik het hier een goede sfeer vind. Prettig werken. Het is een goed georganiseerd ziekenhuis met goede structuur. Patiëntvriendelijk, patiëntgericht. En dat alles bij elkaar maakt dat ik geen behoefte heb om te veranderen. Op de OK worden dagelijks 40 tot 60 operaties uitgevoerd. Precisie en uiterste concentratie zijn zeer belangrijk. Toch is er ook persoonlijke aandacht. Je ligt als patiënt in bed, je bent kwetsbaar en je moet vertrouwen hebben dat het goed gaat. En die relatie tussen iedereen die aan het bed staat, dus dokter, maar verpleging, maar anesthesiemedewerkers, OK-personeel, anesthesist, iedereen. Dat daar vertrouwen is, dat is ontzettend belangrijk. En dat moet je zelf als medisch personeel moet je dat creëren. Dus daar moet je bewust mee bezig zijn. En dat vertrouwen creëer je door een goede teamspirit en prettige samenwerking. Dat iedereen is aan het opletten en 16 ogen die zien gewoon meer. Dus daar moet je ook naar luisteren. En dat is daar is een bepaalde sfeer voor nodig om de veiligheid te waarborgen. En die is er denk ik absoluut. Ja, de sfeer is heel erg gezellig. Absoluut. Ja, en ook in moeilijke momenten is dat. Ja, steun je elkaar en help je elkaar. En soms is het even wat minder amicaal, maar daarna dan komt het altijd wel weer terug. Ja. Bloed, zweet, maar geen traan. Nee. Nou, nu heb ik wel een klotsende oksels. Ik heb gewoon op de zusterpost gewoon mijn telefoonnummer gegeven. Als ze me zoeken, dan bellen ze me even naar beneden. Dan kan ik naar boven komen. Want als het mooi weer is, de hele dag in je kamertje een beetje zielig gelegen doen. Maar dat werkt niet. Hè? Want als je in een hoekje gaat zitten, dan word je erin getrapt. Je moet het zelf proberen. En wat wij doen, een beetje praten met elkaar over alles. Een beetje slap oude hoer op z'n Rotterdamse zeg. Op de maag-darm-leverafdeling komen mensen voor een onderzoek waar ze zich oncomfortabel bij voelen. Met de billen bloot is geen pretje. Gemak kan dan in kleine dingen zitten. Als je je uitkleedt daar zo en je moet gewoon je blootje, dus half in je blootje naar binnen wandelen, is best wel een beetje een gênant idee. Dus ik vond eigenlijk wel een hele mooie mogelijkheid dat ze nu die papieren blauwe broeken hebben, die korte broeken. Dat is echt perfect. Ik zou er niet meer buiten willen lopen, maar voor zo'n onderzoek is het echt ideaal. En het is natuurlijk ook wel logisch dat mensen schaamtegevoelens hebben bij zo'n onderzoek. Nou, dit is wel een mooie tegemoetkoming. Een broek. Je kijkt nu zo tegen de achterkant aan. Met een mooi klepje, luikje voor het onderzoek. En aan de voorkant is die mooi dicht. Dus ja, je bedekt eigenlijk alles behalve de plek waar je moet zijn voor het onderzoek. En dat scheelt toch wel een heel hoop. Mensen hoeven niet met een blote billen over de zaal heen te lopen richting het bed. Dat is weer een vooruitgang. Persoonlijke aandacht blijft hoofdzaak. En daar blinken ze in uit op de MDL-afdeling. In zoals ze het zelf noemen, verbale narcose. Ja, het klinkt heel simpel, maar door simpelweg een praatje te beginnen over komen ze hier uit de buurt? Of, ja, en voordat ze het weten, hebben ze... Vandaag, ja. Precies, dan hebben ze zo al een onderwerp waar ze mee aan de praat gaan. En dan vergeten ze soms waar ze eigenlijk zo gestrest om waren. Verbale narcose noemen wij dat. Heel belangrijk. De mensen er doorheen praten. Voor Nathalie en Dirk straalt Nicosia een ambiance uit van een streekziekenhuis waar vele culturen over de vloer komen. En dat vergt de nodige improvisatie. Maar hopen dat je het op die manier binnen later kan iedereen gebaren. Ja. En we spreken ongeveer 3 woordjes Turks en dat is slikken en ontspannen en jut. En jawas. Ja. Nou ja, dat is genoeg. Ja. En hoe gebaar je laat maar een wind? Ja, hoe doe je dat? Zo.
Dus met geluiden en... Ja, gebarentaal, ja. Kortom, betrouwbare, betrokken en verbonden zorg. In het restaurant tref je een kranige dame, Jannie van de Lustgraaf, die op zeer hoge leeftijd voor het eerst van haar leven zelf in het ziekenhuis belandt, vanwege borstkanker. Ik kwam op een zaal met twee mannen en toen zeiden ze, er komt een dame bij je van 90 jaar. Toen dachten ze, nou, er komt een oud vrouwtje. Ja, ik ben wel een oud vrouwtje, maar... Hè? Dus ja, toen zei ze, oh, dat is alles meegevallen. Ja, de eerste dag dan ben je suf en dan ben je... Hè? Maar ik ben maar 3,5 dag weg geweest. 4. Vrijdag geopereerd en dinsdag weer naar huis. Ja, dus... Ze sturen hier wel gauw naar huis. Hè? Betrouwbare zorg met aandacht vind je ook op de afdeling vaatonderzoek. We mogen meekijken met het onderzoek van Karin Goederaad. Al 16 jaar werkzaam voor ICASIA. Gek geluid, hè? Het is net de weg van een baby. De 68-jarige Tilschaai uit Strijen is gespannen voor het onderzoek. Heel moeilijk, ja. Ontspan. De uitdaging voor Karin Goederaad is knelpunten opsporen in de bloedvaten. Aandacht voor de patiënt blijft voorop staan. Wat is fijn voor de patiënten? Dus dat daar in eerste instantie naar gekeken wordt en niet wat is fijn voor ons om te werken. Bijvoorbeeld een straatje. Wij maken een soort straten, dus dat de patiënten eerst bij de arts komen, dan bij ons komen en dan weer teruggaan naar de arts voor de uitslag. En ik denk wel dat dat... een stukje is wat wel voor de patiënten fijn is. Ik zou dan voor één ding komen en ze hebben me gelijk voor de hele dag ingedeeld. Dus dat is wel ideaal. Dat hoef je niet om ene keer en dan de andere keer weer. Dus ik had niks anders zeggen. Dat zijn mijn complimenten. En net aan de rechtertak, daar ziet u hier ineens heel veel kleur komen. Ja. Dat betekent dat de snelheden daar naar boven omhoog gegaan zijn. En daaraan kunnen wij zien... Dat daar iets aan de hand is. Waar mogelijk probeert Karin patiënt en het liefst ook familie in beweging te krijgen. Als we proberen de mensen te motiveren voor de looptraining. Die mensen die worden een half jaar vervolgd. En als ze dan bij ons, het is leuk om te zien als ze na een half jaar bij ons terugkomen. En dan de echtgenotes ook mee zijn gaan wandelen. En maak je daar als zorgverlener ook bewust gebruik van, die familie, om de patiënt wel te motiveren? Ja, zeker wel. Mensen lopen bij ons op de band en je vraagt wat zijn de klachten en... De familie zit erbij en vaak geeft de familie antwoord voor de patiënt van ja, dat zegt hij nou wel, maar eigenlijk. En dan, daar maak je wel gebruik van. Niet iedereen blijft even ontspannen onder een bezoek aan het ziekenhuis. Nee, ik ben gewoon, ik weet niet, zodra ik in het ziekenhuis kom, dan word ik gewoon een beetje misselijk eng en zo allemaal. Neem Perla Ritveld uit Rotterdam-Bloemhof. Zij moest naar ICASIA voor het verwijderen van polypen. Ik wil snel weg, want het is gewoon, ja, het is gewoon absoluut gewoon niks voor mij. Hebben ze je op je gemak kunnen stellen in het ICASIA? Ja, wel. Meer de mevrouw die naast me lag. En dat het goed komt, gelooft niet alleen zij. En dan zoals mijn schoonmoeder zei tegen ons van... de handen van God gaan je opereren of zoiets. Zo zei hij tegen mij, ja. Dan had ik ook zoiets van, dat komt wel goed. Luisteren naar de patiënt is een belangrijk aandachtspunt in ICASIA. Je weet dat een ziekenhuis misschien goed is, hè, dat zijn cijfertjes, maar het is ook natuurlijk, en die moeten sowieso goed zijn, maar het is ook het vertrouwen dat een patiënt heeft dat een behandeling goed wordt gedaan, dat er op details wordt gelet, dat er naar patiënt wordt geluisterd. Dat is ook belangrijk. Er is niet altijd heel veel tijd voor, maar daar moet je wel tijd voor maken, want dat is cruciaal. Het programma van vandaag. Ja, maar dat staat er niet. Chirurg Torenvliet heeft een afspraak met de 38-jarige Belinda van der Kaai uit Ridderkerk. Hallo. Bij haar is voor de tweede keer kanker vastgesteld. Ik had zoiets van dit is het einde, dit was het. En mijn partner begon allerlei vragen te stellen inderdaad. Wat gaan jullie doen? Hoe gaan jullie het aanpakken? Wat krijgen ze? Wat voor chemo is het? Al dat soort dingen. En ik denk, man, waar ben jij mee bezig? Ik wil naar huis. Ik weet het allemaal niet meer. Ik zag echt een doodskist voor me. Dit is het einde en klaar. Wat heel herkenbaar is, wat veel mensen zeggen die dat hebben meegemaakt. Van ik hoorde wat het was en daarna hoorde ik helemaal niks meer. En ja, dat komt veel voor. Dus dat proberen we ook te ondervangen door mensen die zo'n gesprek krijgen. En een behandeling moeten ondergaan om nog een keer een gesprek te organiseren met wat meer tijd. Wij stimuleren patiënten daar altijd bij om familie mee te nemen.
Want er zijn er gewoon meer oren om te luisteren en de dingen op te slaan. Maar ook om vragen te stellen. Je hele leven staat op zijn kop. Je werk, je normaal werk je en je bent met dit, dat, zus bezig. En ineens word je er tussenuit getrokken. En dan is het van, hey, ik ben ziek. Maar dat realiseerde ik me pas later, bij de 54e chemokuur. Toen kon ik maar een klein stukje van de huiskamer stofzuigen. En toen dacht ik, hey, het gaat niet meer. En toen was het van luisteren naar mijn lichaam. Oh, je bent bijna klaar. Bijna klaar. Babytjes huilen uiteraard tijdens het prikken. En soms ook heel erg emotioneel voor jezelf en voor de moeder. Maar in zo'n geval moet je je concentreren, moet je rustig blijven. En die rust ook uitstralen naar de moeder toe. Als ze huilen, moet je soms ook je emotie opzij zetten, zo hard dat ook klinkt. Maar dan, alleen dan hou je de aandacht bij het prikken. Want dat is een heel secuur werkje. Zodra die naald in het adertje gaat, het opvangen van het bloed en het opvangen in de buis zelf. 9, 10. Even goed shaken. Zo. Nou, lieverd. Het is alweer over. En uw naam is? Maria. Ach, de Bie. De Bie, ja. Uitsteken. Dan mag je in die stoel. Naam is Kuipers. Kuipers, oh, dat is ook een mooie naam, hè? Je ziet het, hè? Onze lieve heet, die zegt, blijf jij maar zitten. Ja, ze hebben die boven nog niet nodig. Nee. Wat mij trekt aan het werk in Icazia. Nou, wat mij, laat ik het anders zeggen, wat mij opvalt, is dat het de mentaliteit van het Icazia ziekenhuis best wel afwijkt van de mentaliteit van andere ziekenhuizen, voor zover ik het kan beoordelen, de ziekenhuizen waar ik gewerkt heb. Is heel, toch een hele andere mentaliteit. De mentaliteit van het Icazia is wat vriendelijker. We zeggen elkaar altijd gedag. De patiënten, die, het is wat gemoedelijker. En waar het nou precies aan ligt, weet ik niet. Maar het is wel een feit. Ik ga nu wat doen. De samenwerking is uitermate goed. Ik ben zeer tevreden over mijn team. De dames doen echt wat ze moeten doen. En eigenlijk meer dan ze moeten doen. Onderlinge samenwerking is heel goed. Ik hoef niet veel te sturen. Jaap en Jannie de Vos uit Goudzwaard. Zij kunnen heel goed verwoorden wat het impact is van een ziekte op het dagelijks leven en hoe zij de attente en betrokken zorg van Icazia ervaren. Het geeft een ontzaglijk veilig gevoel voor haar. Want ja, het Erasmus is niks mis met ziekenhuis misschien, maar er is een hele andere persoonlijke benadering als hier. Hier is net of dat je hier bij de hele familie hoort. Je bent met de zusters, de dokters. Ze zijn allemaal precies hetzelfde. De verzorging op de afdeling is ook zo. Ja. Ze zijn zo ontzettend lief. Ja. En niet sommigen, nee, allemaal. Ik weet niet hoe die selectie hier is, maar het is echt. En niet alleen naar mevrouw, maar ook voor mij. En naar onze kinderen toe. Ja. Dat is groot. Ik hang heel erg op hem, hoor, nu, vooral nu. Want hij is er. Ja, Hij is er altijd bij. Hij is er altijd bij, maar als ik hier. En vanmiddag had ik weer een onderzoek bij in het vaatlab. En dan mag hij ook gewoon mee naar binnen. En hij zit netjes te wachten tot ik daar. Maar hij is erbij. En dat is een van de belangrijkste dingen. Nee, ja, het is het geluk natuurlijk. Heb ik dan bij het ongeluk dat ik niet meer werk. En ook ja, al mijn hobby's en alle dingen, vrije tijdbestedingen die ik deed, vrijwilligerswerk, allemaal stopgezet. Gelijk tegen mijn kinderen gezegd, ja, er is maar één ding nu en dat is mama die telt. Ja. En zo leven we nu. Je moet je eigenlijk in iemand anders handen overgeven. En als je dan het gevoel gegeven wordt dat ontzaglijk goed is, dan krijg je innerlijke rust natuurlijk. En dan, het vertrouwen dat groeit met de dag eigenlijk. En dat is belangrijk. De optelsom van betrouwbare, oprecht geïnteresseerde en verbonden zorg in goede harmonie tussen patiënt, familie en zorgverleners laat zich raden.